Dames en heren, na de wedstrijd Sporters tegen FC Breukelen praten we na met Moussa Khalise. Moussa, vandaag 3 doelpunten, man of the match. Heerlijk potje, denk ik. Ja, zeker. Daar zaten we eigenlijk een tijdje op te wachten. Ik bedoel, dat is eigenlijk sportlust wat je vandaag hebt gezien. En hiervoor zat natuurlijk een paar wedstrijden niet mee. En waarna eigenlijk nu alles lukte. En daarvoor niet. We zagen het voor de wedstrijd al. We zagen elkaar even en het was... ik had er gelijk wel een beetje een goed gevoel over dat het goed zat bij jou vandaag. Ja, klopt. Ik wil je bedanken voor het vertrouwen die je in me hebt. Nee, maar het ging wel lekker. Als team hebben we ook lekker gestreden en gelukkig gewonnen. Dus, We hebben best wel een bewogen week achter de rug hier. Als spelersgroep, wat hebben jullie nog onderling wat tegen elkaar gezegd? Jongens, kom op vandaag. Ja, we hebben wel gesproken van dat het toch anders moet. Ik bedoel, we hebben toch even de koppen bij elkaar gezet en gezegd van luister, nu gaan we met z'n allen gewoon keihard knokken. En gelukkig is het uitbetaald vandaag. Er valt nog genoeg te winnen natuurlijk. Zo hoog mogelijk eindigen in de competitie. En we hebben natuurlijk de KNVB-beker nog. Ja, zeker. Dus we moeten de hoop niet opgeven en gewoon doorgaan. En iedereen moet gewoon zijn best doen en dat komt best goed. Kijk je terug op een lekkere wedstrijd? Ja, zeker. Ja, alleen natuurlijk geëindigd met een open wenkbrauw, maar... Ja, je bent er een stuk knapper op geworden, moet ik zeggen. Snel vergeten. Het hadden er 4 kunnen wezen. Ja. Het ene schot achterin. Ja. Ineens op je pantoffel. Klopt. Het hadden eigenlijk 4 kunnen zijn, Ik ben met 3 ook tevreden. Met 3 ben ik tevreden, inderdaad. Ja. Hey, we gaan je uitroepen tot Man of the Match show. En dames en heren, dit was vandaag Sporters tegen FC Breukelen. Sporters heeft een 5-2 overwinning behaald. Ik denk dat de neuzen weer dezelfde kant op staan. Er valt nog genoeg te winnen in de KNVB-beker. En ook in de competitie natuurlijk. We hebben de na-competitie die nog gaat komen. Gelukkig hebben we weer eens een keer zitten we in de positieve flow. Ik wens u nog een heel fijn weekend en tot ziens.